De Sociaal-Economische Raad, SER, heeft het ministerie van Arbeid nog geen advies gegeven ten aanzien van het minimumuurloon. Minister Suwarto Mustaja heeft dit vandaag aan het parlement meegedeeld. De bewindsman zei dat de voorzitter van de SER, Imro Fongpoen, heeft aangegeven dat hij nog een aantal documenten nodig heeft alvorens er advies uitgebracht kan worden. Mustaja zegt dat het niet correct is dat in de memorie van toelichting van de wet van 2014 staat dat bij wijziging van het minimumuurloon de loonraad geraadpleegd moet worden. U kunt uw wet raadplegen. Nergens in de wet staat een loonraad vermeld. Het is wel zo dat in de besprekingen met uw college 2014 dat idee van een loonraad er wel in stond oorspronkelijk, maar uiteindelijk heeft de wet anders gewild. Dus loonraad, in deze wet staat het niet. Dus dat kunnen we niet raadplegen. Ik kan u wel, als slot kan ik u meedelen dat wij vandaag, 17 juli, dat we vandaag naar de Raad van Ministers een ontwerpwet minimumloon 2018 toegestuurd hebben. Dat ontwerp is reeds in het adviescollege, arbeidsadviescollege, aan de orde geweest. Voorzien van advies. Nu is het aan de Raad om zich uit te spreken over deze nieuwe wet die in aantocht is. En daarin hebben we wel die loonraad als loonmechanisme ingebouwd ter beoordeling of we dan daarmee de gevoelens beter verwoorden die ook nu is geuit toen wij dat staatsbesluit wijziging minimumuurloon ontwierpen. Dat was minister Suwarto Mustaja. Hij sprak de hoop uit dat zijn antwoord naar tevredenheid van het parlement was. De DNA-leden hadden namelijk veel vragen gesteld over de status van de ontwerpwet wijziging minimumuurloon.